Ik ben in Hammen. T-Rips. Kom vandaag van mijn banden. Nieuwe velgen. Eindelijk na 2 maanden. Ben het buiten. En de buiten passen niet. De jongen, echt waar. Oké, de vlog zal anders zijn vandaag dan verwacht, maar we vinden er wel iets op. Yo, beste mensen van schoolleven. Mijn naam is Darvro. En wel, ik heb bijna mijn stem volledig terug. Af en toe nog een kriebel of nog een hees moment. Maar dat maakt niet uit. Welkom op mijn YouTube kanaal. En vandaag gaan we iets leuks doen. We gaan vandaag voor nieuwe velgen. Of ja, althans, we gingen voor nieuwe velgen. Ik ben hier nu in Hammen. Ik kom hier toe. Die nieuwe velg gaat op mijn auto. En de wielbouten passen niet. Oh man, echt waar. Het is nu 2 uur 's middags. Tegen dat ik nu thuis ben, is het 3:15. Is mijn dag eigenlijk om. Voor niks. Maar we gaan er toch het beste van maken. Dus ik zou zeggen, blijf zeker vast kijken. En geniet van deze video. Ik weet totaal niet wat er eigenlijk gaat gebeuren. Ten enige echte. Oké, we zijn thuis geraakt. De Sergio staat er gewoon al. Ik moet eigenlijk nog heel mijn appartement opkuisen. Miguel is nu aan het douchen. Die had nog problemen met een bus. Oh, wat is dat? Amai, maat. Oh, die bouten. Dat is echt zuur eigenlijk. Dat is echt dik genaaid. Maar ja, kijk, het is nu zo. Ik kan er niet aan doen. Dus ja, mijn gordels hebben ze wel teruggestoken. Dus dat is wel goed. Dus blijf, of ja. Te goeie. Moet ik nou even zelf te goeie doen, want dat is nog niet echt te goeie. Het is een schoon velgen, hè? Oh, klopt, zeg maar. Schoon velgen, hè. Grappig, hè? Oh, Sergio, grappig. Oh, nee. Is iets blinken? Ja. Is juist gekust, ja. Ja, maar de Miguel zegt net tegen mij, nee, maar je gaat van 19, dus je gat is 19, en je gaat er 17 buiten insteken en het gespeling. Ik ken er allemaal niks van, maar als dat waar is, is ook wel een probleem. In ieder geval, we gaan nu kijken waar we kunnen gaan voor die bal te gaan halen op een decathlon. Ja, dat mevrouw, spreekt met Lorenzo van het Wezenmaal. Ik heb een vraagje in verband met een product van jullie winkel. Hebben jullie toevallig petankballen? Petankballen, zoals je de boelballen. Dat heb je niet. Ah, oké, is geen probleem. Salakjes, merci jij. Doei, doei. De zwaarste sport dat er is, je de boel, maar wat hebben we? En die meent dat, hè? De zwaarste sport dat er is. Ik heb nog gezegd, dan moet ik die wel naar thuis mee pakken. Ja, dat is wel moeilijk, een jeu de boel. Je begint zo'n beetje de boel winkels, hè. Weet je wat hij tegen mij zegt? Oh, 3 ballen voor 40 euro. Wat? 40 euro voor 3 petankballen. Dus als ik 6 ballen nodig heb, dan kunnen we met 3 man spelen. Ieder 2 ballen, 100 euro. De verbinding wordt nu automatisch verbroken. Wat een fucking rentabiele zijn dat? Dus ik bel naar Action. Heb je gezien? Ik bel naar Action en die zeggen, ben je op zoek naar een artikel in ons assortiment? Druk 1, tik. Het is niet mogelijk om telefonisch contact op te nemen. Als u wilt weten of het assortiment, uw product in het assortiment zit, moet u komen winkelen. Die zegt, die heeft dat in het gezicht, hè? Logisch. Dat is ook chic. Kijk eens, wauw. Genieten. Ze is een blik gezeten. Nee, dus, ja, dat is gewoon kloten, hè. Maar binnenkort heb ik ze wel. En ik heb ze net er al zien opstaan, het was wel vet. Het was echt wel vet. Het was echt vet, want uw remklauw kwam wel veel beter uit. En mijn rapper had geretoucheerd onder de raamlijsten. Geen probleem. Hij ging dat voor mij doen. Precies een gest was. Ja, mij. Zou je ook een gest kreeg? Oh, ik ga een rap goed doen, wat eigenlijk de bedoeling was van de eerste keer. Ja. De Sergio had mijn vlog nog niet gezien. Dus dat zijn we even aan het doen. En dan gaan we naar de traffic, zullen de boelballen halen. Ja, ben je klaar? Dat is mijn outfit. Dus geniet. Hoe zie ik eruit? Wel zo en daar witte schoenen onder, hè. Goed genoeg. Misschien even naar de winkel gaan. Het is 5:20. Nu nog 5:30 zijn. Ja. Dus we zijn voor één keer te laat. Normaal komen we nooit te laat, maar ja, kijk, kan eens gebeuren. Hè. Kijk eens aan. Een mooie ballen bij een trafiekje, als je kijk eens aan. En het is zelfs ook klein balken. En in plaats van 70 euro maat hebben wij 19 betaald. En waar zijn de stoppers? Ja, hier. Die heb ik al verstopt. Het is vandaag cheap. Maar dat is elke vlog eigenlijk. Ja, dat is maar dat is ook. Iedereen heeft ook wat thema. De dader moet altijd gaan tanken. Ik pak als eerst van de goede armen. De dader moet altijd gaan tanken in zijn vlog. Ja, maar ja, ik vlog ook maar 1 keer per week. Hè. Ah, we gaan een fritje eten bij... Papi patat. Eethuis papi patat. Bij eethuis papi patat. Gewoon nu een friet eten, bij deze. Ik kan er ineens zo mee. Ik zeg, what the fuck, wat is dat? Kijk goed. Daar van achter, kijk. Er staat gewoon een fucking geit op de vensterbank. Ja, het zal aan mij liggen. Volg zich alsjeblieft. Er staat allemaal een geit op de vensterbank, honden op de tafel. Dat gaan we nog zien vandaag. En we moeten nog naar geleden straks. De Lorenzo honden.
Nee. Dat is voor binnenkort. Ik wil weggaan. We gaan kijken, dat is in de circus, hè, zie je? Dat kan maar niet wachten. Oh, ze moet ze net nog krijgen aan de circus aan het denken. Lektisch? Proef dat op weg. Lektisch? Proef dat zo is? Nee, alleen. We zijn de tactiek aan het bespreken van de Jeu de Boel. Zou er een speciale tactiek voor zijn, voor Jeu de Boel? Zijn dat kop? Nokkie? De Daas. Nee, niet missen een vriend als dat stikt, joh. Dat was een Daas. Nee, een Daas, was een bleek. Is dat een vlieg? Dat is een bleek. Een Daas is helemaal kraas. Maar een vlieg. Zeg. Ja? Ja? Ik vind toch dat dat schoon is, die velgen. Oh, fuck you. Oh, in de klootzak. Oh, echt waar. Ik zie er niet, ik was net weer aangevallen door een wisp. Die zat hier, aan mijn benen. Daar zat hij, hè. Nee, ook hebben we het. Ik ga gewoon... Wat heb je erin? Ja, ik heb juist een dood geklopt in mijn licht. Ik ben hier een missie aan het zoeken om weer van de wespen af te zijn en jij gaat slaat je dood. Ja. Maar kijk, ik heb het gevonden. Een swingglijs. Mooi, hè? Is een wesp eigenlijk een zoogdier? Parken. Ah, weet het niet. Weet het niet. Weet ik het dan niet? Fuck dat. Ja, ik ben vandaag niet meer bezig. Dat is een kut, dat is dat. Waar is dat zoogdier? Aan die benen. Kerel, ook. Maar even serieus, wespen zijn dan die zoogdieren of niet? Wie vliegt eruit in dat boek? En dan ga, ja, maar dat is echt, hè. En hij is mijn vraag aan de geren, maar weet het niet, hè. Maar ik weet dat niet, jongen. Nee. Ik heb al 20 keer gezegd dat ik het niet weet. En een kip is dat zoogdier? Jongen, ik hou me daar niet bezig. Man, wanneer komen de straatinterviews? Ik geniet er nu al van. Ik ben alleen maar op zoek naar iemand om mee te doen. Want QVH kan jammer genoeg niet meedoen met de straatinterviews. Maar wie denken jullie dat ideaal een match zou zijn met mij doen om op straat op te gaan om de mensen bepaalde gerichte vragen te stellen? Om vervolgens het mooie antwoord te krijgen voor content. Dus bij deze, als, maar even serieus, als er mensen zijn van oh, dat is een leuke content creator, of wat is iemand die sowieso daarvoor geschikt is, die bij u wel past, dus moet wel bij mij passen, laat het me weten, want ik ben echt wel op zoek naar iemand die met mij samen die straatinterviews wilt gaan doen. Ik weet het niet, zesde mannen. Kijk eens aan. Hoppa. Het ziet er kei goed uit. Ik heb al geproefd. En een beetje cheese. En mannen, smakelijk? Smakelijk. Yummy, yummy, yummy. Het begint met een W. Eindigt met een M. Wow. Warm. Warm, het is echt veel te warm. Wat zijn jullie aan het doen? Ja, eigenlijk moeten we aan het doen, want we gaan die sowieso inmaken. Maar wacht, nee. Het stretchen dat duurt minstens 10 minuten, de mannen. Maar we zijn al 10 minuten bezig. Dus we hebben dat niet nodig. Alles aan het poetsen, een maat. Nu lijkt hij echt op zo'n scheidsrechter, ik ga niet liegen. Zo de scheidsrechter van de Jeu de Boel. Ik zal jullie eens laten zien hoe je dat doet. Maar gaan we het krijgen? Nee, niet zo. Ja, dat is veel te ver. Ze biedt daar oh, oh my. Oh, ik had dat balken zien weggaan. Hé, hey, dat kon al terugbellen. Zeg, Maria. Hey, what the fuck? Ik zeg gewoon van mijn grote ballen te werken. Wat is dat? Dat is hem. We hebben een winnaar. We hebben een winnaar. Ik vind ja, dat ik wel dichter zo lig. Als wel, mijn dier heeft gewonnen, hè. Ik vind dat we nu allemaal al ja, moeten gaan drinken. Zeg, ik vind dat we nu alleen nog moeten drinken eigenlijk. Ja, we hebben een ronde gedaan. Het spel is toe. Ja, chic joh. We moeten hier eens komen en per ronde in het drinken. Wat denkt u? Dan zou ik wel petanker worden, onprofessioneel. Ja, oh, hè? De wesp is weer hier. Nee, serieus. Ja! Hé! Wat is dat nu een lach, joh? Fucking hond. Ja, ben ik. Ja, oh, hier, oh. Pak die toch, jong. Dat is correct. Maar wij gaan nu op naar Geleen, want... Dat is van achter die wesp. Ja, wat dacht jij? Niet van die bedanken? Ja, maar die wesp, ik zweet me er kapot van. Pas op. Nee, als die waren aan het lachen. Ja. Ah, zie, ik heb er echt schrik van. Fuck joh. En ik als daar gaat dat niet editen, hè. Ik meen het, hè. Je moet dat niet weten dat ik bang van wespen. Ik heb nog wel wat beeldmateriaal. Oké. Okay. Nee, hoor! Oh, pak die toch, jong! Ik ga in de auto zitten. Echt gewoon passen. Heel plezant, dat gaan we niet meer doen. Heel plezant, gaan we niet meer doen, gij? Jawel. Jawel, hè? Bij de dagdraf van meeting, hè? Oké, jongens en meisjes. We zijn toegekomen aan de Sisha, zoals jullie kunnen zien. Daar is het. Dus bij deze gaan we de vlog afsluiten. We gaan gewoon nog wat chillen daar en dan zit onze dag erop. Dus ik zou willen zeggen om
te liken als je het leuk vond. Laat een reactie achter als je een reactie wilt geven, want ik reageer op elke reactie. En jullie zien het aan mij, ik ben moe. Die rit naar hier, een uur en een beetje. En ik ben echt kapot. Mijn friet is aan het zakken. Ik ben nog helemaal kapot van de petanque, je de boel. Ik ben echt kapot. Dus ik ga nu gewoon even chillen. En dan is het morgen weer een nieuwe dag. En zoals Kotsa zou zeggen, nieuwe dag, nieuwe kansen. Anyway, Sergio, dikke merci om erbij te zijn. Eerste keer Sergio gezien. De Miguel hebben we allemaal gezien. We gaan de vlog afsluiten. Dan zeggen we zoals altijd, flex die biceps. En joejoe!